Welkom bij Tizzy en Toys. Vandaag weer een Pokémon video. Ik heb vandaag voor jullie de Blissey's Ultra Prism. Deze had ik nog liggen. Ik dacht van mezelf, ik ga hem openmaken. Met totaal 4 pakjes. Van de Ultra Prism serie. We hebben de mooie, promokaarten, een soort van promokaarten. Je hebt tegenwoordig geen promokaarten meer. Maar je kartonnen doos die hieronder staat. Er moet allemaal karton in zitten. Die is een beetje bol. Maar mijn kartonnen bak, die moet wegzetten, is het ook vol. Ja, wat wij hebben hier wel is een mooie Sensu kaart. Deze komt uit de Guardians Rising serie. Daar staat het symbool van Guardians Rising. En je hebt deze. En deze komt van de Burning Shadows volgens mij. Of van deze, weet niet. De mooie Pokémon Z. Wat we ook hebben zijn de mooie coins van Palkia en van dit is Palkia en dit is Verijzel. Dit is één pakje van de single en dit is van de dubbel variant. We doen het zo. We beginnen eerst met de single. We hebben een Carnivine, een Murkrow, een Mantine, Snover, een Glammeo, Primplup, Gardenia, een Kabyte, de Versalus, een Passamia, en wat zo waar is een Mauwurm. Nou, we hebben de Ultra-Prism. Drie pakjes van de blister. Beginnen we eens met een execute. We hebben een lichting en de camera heeft een spekmop. Zet me iets verder neer. Dat is beter. Bijzel, een Eevee, een Sandit, een Floatzel, een Skuntent, een Cynthia. Vursel is een Heatwen, ons weer is een Shaming Hollow. Te gek. Volgende pakje. We beginnen eerst met een Pachirisu. We hebben een Scorupi, een Youngus, een Cherubi, een Piplup, Unidentified Fossil. Electric Memory. Een Lokka. Oeh, een Prism kaart. We hebben Cyrus Prism. Te gek. En een Dwapion. Hey, we hebben wel een Prism kaart. De laatste pakje voor vandaag. En hopelijk krijgen we nog een GX kaart. We hebben een Snover, een Glammeo, een Drifloon, een Morlul, een Fossbok, een Turtonator, een Marsh, een Electric Memory, een Luxio en een Zwerzen, Electivire. Niks bijzonders behalve deze mooie holo en een mooie Prism Card. En natuurlijk de mooie promos die we krijgen. Verder hebben we niks. Wil je niks missen, abonneer op mijn kanaal, want ik plaats elke dag een video. Maar Pokémon kaarten, dat doe ik elke week. Dus volgende week zondag, weer een nieuwe video om 3 uur. Dus tot dan, bye bye.